En dit is weer een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. Met straks natuurlijk onze kritische vrienden. Maar eerst Roemerdaal erop met Trots op Tiel. Tiel aan tafel. Voor mij zit Roemerdaal erop. In zijn hoedanigheid als bestuurslid, stichtingslid van Trots op Tiel. Nee, geen bestuurslid. Nee, okay. Trots op Tiel is inderdaad wel een stichting geworden. Maar uiteindelijk is het gewoon een groep enthousiaste bewoners van Tiel. Die ooit vanuit de burgemeester Hans Beenakker zijn gevraagd van goh, zou je eens mee willen denken als een soort ambassadeur. Wat we kunnen doen om burgerparticipatie, wat zo'n breed groot woord is, letterlijk concreter te maken. Oké. Okay. En daar zijn we nu 2 jaar mee bezig geweest om letterlijk met een aantal mensen die doorgezet hebben bij elkaar te komen, ideeën te verzamelen. En toen kwam ook het punt langs, ja, hoe moeten we dat dan formaliseren? Want als wij roepen, we zijn trots op Tiel en we willen wat, dan ben je soms wel, kom je met verantwoordelijkheden, krijg je te maken en dan heb je toch wel een stichting nodig. Ja, want wie heeft de naam bedacht? Dat is eigenlijk mijn eerste gedachte, want je verwacht enigszins dat Rita Verdonk uit de Hoge Hoed komt opzetten. Nou, dat was maar ook dat, even een discussie. Ja, of dat nou precies niet te veel lijkt op Trots op Nederland, ja, politieke partij. Maar nee, wij zijn absoluut geen politieke partij. Het heeft ook niks met politiek te maken. Het is juist voor burgers van Tiel, door burgers van Tiel. Okay. En er zijn wel een aantal leden in de stichting die politiek actief zijn, waaronder jijzelf. Maar, ja, maar ja. Dat staat er toch echt los van. Het idee is vooral, we zijn Tielenaren die iets vinden van Tiel en vooral trots zijn op Tiel, op de dingen die er wel zijn. Ja. Of dingen waarvan we denken, die mogen er ook zijn, dus die willen we gaan ontwikkelen. En dan heb je mensen die uit de wijk komen en zeggen, ja, ik heb een idee, ik wil wat mooiers hebben. Dan is het de bedoeling dat je draagvlak creëert, dat je een groep om je heen verzamelt en daar kunnen we die mensen bij helpen. De ambassadeurs, zoals we ze in het begin noemden, de ambassadeurs van Trots op Tiel, dat zijn een aantal mensen die hun eigen netwerken hebben. Mensen uit het bedrijfsleven, mensen uit het onderwijs, mensen uit de politiek, mensen uit de sportwereld. Ze hebben allemaal hun eigen netwerken en die kunnen juist mensen met ideeën verder helpen. Dus de burgers van Tiel, die gaan niet naar het stadhuis en zeggen, ik heb een idee en dat wil ik uitgevoerd hebben, maar dan gaan we naar Trots op Tiel. Ja, want op het stadhuis ontstaat al heel snel het idee, oké, alstublieft, beste gemeenteambtenaar, hier heb je mijn probleem of mijn idee, maak jij het verder af. Hm. En wat wij doen is het idee bij de Tielenaar laten. Een voorbeeld is het Oosthonk, dat heeft zich afgelopen jaren ontwikkeld. Daar zit Erik als trekker, die is ook ambassadeur van Trots op Tiel. En die heeft op zijn manier een heleboel mensen aan zich weten te binden. En dat zijn mensen uit de buurt van het Oosthonk. Oké, en wat doet het Oosthonk? Oosthonk is een buurtcentrum, dat was altijd onder begeleiding van, of onder auspiciën van de gemeente. Dat is natuurlijk ooit wegbezuinigd, teruggegeven aan wie. En toen is Erik opgestaan, want die dacht, ja, hier staat een pand, leeg. Daar moet iets weer mee gebeuren. En die heeft dat opgepakt. En onder andere Trots op Tiel heeft daar een steentje aan bijgedragen. Okay. Bijvoorbeeld de vlaggenmast. En een vlag heeft hij laten ontwerpen samen met bewoners. Zodat op dit moment, als het Oosthonk weer actief is, ja, dan hangt daar een hele mooie Trots op Tiel / Oosthonk vlag in top. Ja. Ja, want je zou eigenlijk verwachten, Trots op Tiel, het is bijna een actie die eigenlijk de gemeente zou moeten doen. Maar wat je zegt, hè, dan wordt het aan de kant geschoven en past niet binnen het fenomeen op het gemeentehuis. Ja. En daarna pakken dus burgers het op. Maar jullie hebben wel financiën van de gemeente, neem ik aan. Ja, het mooie is, de gemeenteraad hebben we gevraagd om een soort van startbedrag. En dat was ook wel in de beginperiode. Kijk, de burgemeester vraagt aan een aantal mensen, goh, willen jullie dat voeten geven? Maar toen zeiden we ook meteen, ja, dat willen we best. Maar neem je het echt serieus, als gemeente of als burgemeester, dan moet er ook een soort basisbedrag in een potje zitten, waarmee we de eerste projecten succesvol gaan uitrollen. Het is niet zo dat we nu zeggen, ieder jaar krijgen we een bedrag en dat mogen we dan ieder jaar opmaken. Want wij gaan juist projecten opstarten die zichzelf weer terugverdienen.
Okay. Want dat is ook weer het idee. Het hoeft A, niet per definitie geld te kosten. Sommige dingen gaat echt over het leggen van verbanden tussen de vrager. En misschien hebben wij iemand in ons netwerk en die kan dat zomaar bieden. En dan maak je daar een mooi project van. Die vlaggenmast bijvoorbeeld. Ja, ik zag hem staan. Bij mij in de buurt is een pand gesloopt en de vlaggenmast bleef over. Ja. En als daar dan een vlaggenmast gevraagd wordt, ja, dan haal ik met een aantal mensen van Trots op Tiel de vlaggenmast op. Ja. En dan doet de AVRI ook mee, die hem dan weer vakkundig plaatst. En zo creëer je samen de mogelijkheden. En dat hoeft niet eens. Een binding onder de mensen, dat is natuurlijk prachtig. Ja, dat klopt. Dat klopt. Okay. Wat voor meer projecten hebben jullie op het vizier? Nou, er is nu een groot project bezig bij Theole. Daar wordt aanstaande zaterdag, of zaterdag 27 januari, ook nog wel rugbaarheid aangegeven. Theole is een prachtige club. Met heel veel jeugd en de clubhuizen zijn wat verouderd. Mm-hmm. En die behoeven echt een facelift. Okay. Misschien zelfs wel uitbreiding. En daar zijn dan ook een aantal mensen die hebben gedacht, ja, dat moeten we vooruit helpen. Mm-hmm. Want wat er op die club gebeurt, iedere zaterdag, ja, daar komen zoveel teams spelen, zoveel jeugd. Die moeten we allemaal weer een goede accommodatie gunnen. Ja. Dus daar zit Trots op Tiel onder andere dan ook weer bij. Ja. En dan zit er een ambassadeur die zegt, joh, ik ga met een aantal ondernemers praten die in de bouw zitten. Of misschien wel met een stukje sponsoring letterlijk een bijdrage leveren. Ja. En op die manier de club, die op zich heel goed werk doet, maar dat nou net niet in de smiezen hebben, mm-hmm. Verder brengt. Ja. En zo ontstaat daar nu een gedeeltelijk nieuw clubhuis. Ja. Met name de kleedruimtes. Ja. Ik had zelf eigenlijk een heel ander idee bij Trots op Tiel. Ik denk, misschien hebben de mensen dat thuis ook wel. Dat zijn mensen die gaan Tiel promoten. Ja. Dus bij wijze van spreken met het flipjes pakken door de stad. Nou, dat is overdreven. Nou, maar dat was ook Renate Baas. Die zei dat op een gegeven moment. Dat is een van de ambassadeurs. Die zei, ja, ik had ook dat beeld. Ik ben ambassadeur van Tiel. Dus dat draag ik dan uit als ik in een andere stad ben. Maar dat gevoel, dat is zeker wat we ook hebben. Mm-hmm. We zijn ook trots op Tiel en we dragen dat ook uit. Mm-hmm. Nou heb ik hem toevallig niet om. Ja, dat mag je me op betrappen. Maar normaal heb ik inderdaad een flipje. Want daarmee draag je toch wel uit van, ja, dit is jouw stad, daar kom je vandaan. En als ik buiten de stad ben, dan heb ik hem, als ik wat officiëler gekleed ben, vaak om. Ja, en er zijn nog geen projecten op het oog voor de binnenstad of voor promenades? Nou, dat is het leuke. Wij hebben ze nu niet, maar we staan open. Ja. Vanaf 27 januari, dan wordt de website officieel geopend. Mm-hmm. Want dat is ook weer voortgekomen uit hoe komen we nou in contact met mensen die in de binnenstad wonen. Of in Tiel-Oost of in Tiel-West. Mm-hmm. Die met ideeën zitten. Mm-hmm. En een website online je aanmelden. Die is nu ontworpen door een bureau uit Tiel. En dat wordt dus zaterdag onthuld. Okay. www.trotsoptiel.nl. En ja, daar kun je je projecten, je ideeën kwijt. Okay. En dan zal een ambassadeur met jou contact opnemen. Om te kijken, wat bedoel je precies? Wat wil je dan? Mm-hmm. En dan gaan we kijken of we die verbindingen kunnen leggen met andere ambassadeurs. Of met mensen uit de netwerken van de ambassadeurs. Om uiteindelijk jouw idee vorm te geven. Ja. Fantastisch project. Hartelijk dank dat je er was. En wie weet tot snel. En dan is het nu weer tijd voor onze kritische vrienden. Jan en Mark. Dikke vrienden. Nou, en na vandaag nog steeds, hopelijk. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. We twijfelen er niet aan, hè, nee, Mark. Nee. We gaan er met gestrekt been in, zoals me net. Ja. We hebben een mooi onderwerp vanavond. Economisch gaat het heel goed met Nederland. Cijfers zijn fantastisch. En toch is er een groep mensen die onderaan blijft hangen en daar maar blijft hangen. Wat doen we daar toch aan? Ja, dat is een hele moeilijke. En een hele moeilijke vanuit een aantal gezichtspunten. Alleen wat ik heel jammer vind is dat het een probleem is wat al tientallen jaren crisis na crisis en in economische groei daarna weer terugkomt. En ik ben zelf in de jaren 80 nog betrokken geweest bij projecten met melkertbanen. En dan heb ik toch de indruk, anno 2018, dat men nog steeds in de politiek niet heeft geleerd vanuit het verleden. En dat men nog steeds in hele traditionele oplossingen denkt met armoedebestrijding. En dat men niet naar de basis gaat kijken waar de problemen liggen. En dat men het vanuit een aantal verschillende kanten benadert. En de mensen als het ware oppakt en mee aan de hand neemt.
Dus wat is dan wel de oplossing? Nou, de oplossing is heel lastig. Het is zo dat het Rijk heeft ook het armoedeprobleem ook bij de gemeentes over de schutting gegooid. Heel veel gemeentes zijn daar ook niet op toegerust. Hè. En kijk, in het verleden waar jij het over hebt, de melkertbanen, die werden aangestuurd vanuit Den Haag. Nou, ook niet echt een heel goed idee. Maar nu het bij de gemeentes ligt, zie je gewoon dat het armoedebeleid gewoon toch een beetje een stiefkindje is. En dat het gewoon pleisters plakken is. Leveren we geen structurele oplossingen. Want als je dus de mensen 10 jaar na dato nog steeds in de bakken hebt, heb je iets niet goed gedaan. Ja. En wat is dan wel de oplossing? Want je hoort stichtingen, er zijn samenwerkingen van mensen die mensen moeten oppakken uit de maatschappij. Maar vaak hoor je ook dat de mensen niet bereikt worden. Dat zie je vooral. Mm-hmm. Wat is er dan toch aan de hand? Waar moet wel die vinger opgelegd worden? Nou, ik denk dat je niet alleen moet kijken naar welke mogelijkheden zijn er om mensen mee te nemen in het oplossen van hun problemen. Want vaak liggen de problemen heel diep in generatie na generatie ontwikkelingen. Dat ouders en kinderen en ook weer hun kinderen in dezelfde situaties blijven hangen. En dat daar onvoldoende zicht op is en dat men dat traject niet doorbreekt. En wat ook een groot probleem, denk ik, is dat we niet van iedereen in deze maatschappij kunnen verwachten dat de oplossing ligt in de mainstream, dat je zegt van nou, iedereen moet aan werk geholpen kunnen worden, structureel en uit die problemen komen. En dan zou je ook kunnen denken dat je wellicht naar andere oplossingen kijkt en dat je mensen maatschappelijk een taak geeft of dat je kijkt naar mogelijkheden dat ze toch nuttig zijn binnen de maatschappij en dat ze zelf een stuk waarde krijgen vanuit andere activiteiten die ontplooid kunnen worden. Ja. Maar Mark, wat jij nou zegt, dan heb je het over een groep die gewoon al jarenlang in die problemen zit. Ik ben zelf zit ik in het bestuur van de Stichting Kinderen van de Voedselbank en ik ben daar eigenlijk geconfronteerd met armoede. En ik had dan ook zo'n bepaald traditioneel beeld van wat armoede is. En daar zie je dus dat heel veel mensen in de problemen raken. Schulden krijgen omdat een bedrijf failliet gaat, scheiding, met torenhoge schulden zitten, daar op een gegeven moment niet meer uit kunnen komen. Het betekent ook dat je mensen die dus echt helemaal diep in de shit zitten, dat je die in eerste instantie moet kijken van oké, probeer eerst de zaak voor elkaar te krijgen, op orde te krijgen, dat er rust komt in zo'n gezin. Dat daar de schuldenproblematiek wordt aangepakt en daarmee aan de slag gaat. Wij zoeken het vaak heel veel in ad hoc oplossingen. Mm-hmm. Maar je moet het gewoon bij de basis aanpakken. Mm-hmm. En je moet op een gegeven moment ook kunnen accepteren dat er een groep is die waarschijnlijk altijd in die problemen zal blijven. Ja. En waarbij je dus ook moet zeggen van ja, helaas is het gewoon zo. We hebben er al van alles en nog wat op losgelaten, maar het gaat niet werken. Mm-hmm. En richt je dan maar op de kansrijke groep. En zorg dat je daar in samenwerking, want bijvoorbeeld met ondernemers, met banken, noem het maar op. Om te kijken van nou, hoe pak je op een gegeven moment schulden aan en hoe geef je mensen weer perspectief. Want daar gaat het gewoon om. Ik vind het mooi wat je zegt, van richt je op die kansrijke groep, want dat zie je vaak. Hè? Dat is in bedrijven ook zo. Als je je richt op de mensen die het heel goed doen, dan zie je dat de mensen die aan de onderkant meedraaien zich juist willen optrekken aan die mensen. Die zien daar een voorbeeld in en zullen mee omhoog willen in die maatschappij. En zeker als ze mee gaan doen, wat jij ook zegt. Ja. Dan zullen ze ook andere mensen tegenkomen, betere gesprekken hebben en zullen ze zich misschien toch meer gaan motiveren in die markt. Ja, maar haal ze uit de shit en zorg er ook voor dat ze gewoon weer gaan meedraaien. Bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk en noem het maar op. Ja. Gewoon zeggen van oké, ik doe er weer toe. Ja, dat je vervolgens die schulden aanpakken en voor kijken van nou oké, zijn er gewoon mogelijkheden, ook in samenwerking met het bedrijfsleven, om mensen gewoon weer een kans te geven. Ja. Om toch weer aan de slag te gaan, want het gaat om werk. En dat ze als mensen werk kunnen. Hebben en zelfbeeld, daar gaat het gewoon om. Ja, en je moet zorgen dat de mensen niet een begeleider krijgen of een coach of wat dan ook, die zich met één onderwerp bezighoudt. Nee. Het moet iemand zijn die een gezin toegewezen krijgt, die alle aspecten van de problematiek van dat gezin, maatschappelijk, financieel, vanuit werk, vanuit opleidingen, alles wordt door één persoon bekeken en kan dus op die manier jarenlang met iemand een kentering brengen in een patroon wat al vaak door generaties heen aanwezig is. En dat zie je helaas toch gebeuren, hè? Want je ziet een stichting voor dit en maar er is veel te veel versnippering. Allerlei organisaties die dan zich op zo'n gezin storten, waar de mensen door het boom en het bos niet meer zien, maar het gaat er gewoon om een vertrouwd gezicht. Ja. Iemand die gewoon past in zo'n gezin, want daar gaat het ook om, die het snapt. En dan ben je gewoon een heel stuk verder.
Ja. Ja. Nou, mooi. Nou, wij blijven toch wel vrienden dus na vandaag. Ja. We blijven altijd. Ja. Op dit onderwerp. Ja. Doe zeker. Hoeba, 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 hop. Oh ja, zoiets. Ja, op dit soort onderwerpen, hè, dan moeten we toch met elkaar eens kunnen zijn. Ja. En dat de mensen geholpen moeten worden. Ja, absoluut. Als ze dat structureel. Willen structureel. En zelf ervoor willen gaan. Uiteraard. Dat is een mooie afsluiting, denk ik. Dank u wel voor het kijken. Dit was weer Tiel aan tafel.